denk het. Kom, Blokke. Nou jongens, veel plezier. Heel ja, succes. Veel plezier allemaal. Succes allemaal. Ah, zus. Ja, dat was een valse start van iemand hier. Dat heb ik gezien. Ja, dat was ik. Ja, Racing Point heeft een valse start en toen ging ik ook maar gewoon mee. Oh, yo. Oh, nee. Nee. Ah, ik ging zo voorzichtig. Ik ben bij de start, jongens. En jij hebt geen schade met z'n bal. Jawel. Maar dat heb ik al ingecalculeerd dat ik regelmatig naar binnen moet. Nee, ik niet. Hey. Kut, sorry. Ik had een redelijk goede start, dat had ik niet ingecalculeerd. Ik zag achter mij, links achter mij twee mensen gaan. Wat kijk, ja, het was ik. Ja, de persoon achter jou ging voor mij omdat jij ging. Ja, ik dacht van, oh, we gaan al. En toen, niet. Nou, dan gaan we maar naar de medium. Ja, ik dacht even dat ik een glitch had of zo, dat ik weer te lang vast werd gehouden of zo. Maar. Ik heb er helemaal niks meegemaakt, man. Ja, ik heb die mirror aanstaan, dus ik kan gewoon alles zien. Sorry, hij zegt ik moet je erop slaten. Oh, dat is niet. Ja. Op een gegeven moment in de hal. Ik ben nog op plaats 10, dit. Oh! Ja, ik was even op de rem. Ja. Nou, ik moet toch naar binnen zo, want deze bocht is gewoon. Oh, dat deed ik ook. Ik ga meteen mijn drive terug inleveren. Ja, dan is de vleugel gewoon beide kantjes beschadigd, dan gaat het beter. Ja, ik tij maar gewoon meteen pakken inderdaad. Ja, evenwicht, ja. Tenzij je denkt dat je zoveel sneller bent dat je mensen binnen twee ronden kan kleren, zodat je ze niet meer in hoeft te halen, maar... Nee, ben gek. Ik hou het jongens, best. Oh, jongens. Dat hoef je niet te vullen, dat kunnen we niet overvallen. Put your safety car ook nog. Hey, heb ik geluk. Wat is er gebeurd? Je kunt dus wel... Ja, wat is dat? Je hebt geen auto mee, Bres! Je stond opeens voor me! Zonder banden! Ja, what the fuck? Zinno, heb je hem nog in mogen leveren, de drive-thru? Ja, ik heb hem gewoon ingeleverd net. Oh, dat is wel netjes. Dan heb je nog profijt van de 30-70 ook nog, terwijl het eigenlijk niet mag. Oh, we gaan we alweer. Denk maar zo, dan reed ik niemand aan de weg. Ah, ik reed al de rempen die van die 30-70 al kwam, dus... Ja, nee, dat heeft je wel wat tijd verschilt. Ah, dus ik kan mijn Midden-Limburg weer bedanken. Ja, Bres, dat is heel snel weer, hè? Wil jullie wel door daar bij die Racing Points? Uh-huh. Timor. Nou, wat een spannende race. Ik zit in ieder geval wel gelijk op de mediums, dus... Kun je dat er voor of nader is, maar... Wow, ik heb die eerste ronde echt... drie keer bijna in iemand achterkant gezeten. Oh ja, bijna dat was heel kut. Godverdomme. Ik zag het, ja. Oei, daar ging een stuk voor leugen. Nou, dat was ik last van die debris heb, hè? Ja, klapbandje straks, hoor. Hij klapte vol op mijn vleugel. Oh, daar zie ik inderdaad een genoeg vleugel liggen. Nee! Oei! Oh, dat krijg je met het zware gewicht van die auto, hè? Ja, klopt. Op zeg, hoe kan ik dat nou weer voor elkaar, hè? Oh mijn god. Even achter te kijken, want ik dacht, die enjoyed het al heel dicht achter Koos. Was het gebeurd, jongens? Ja, bijna hetzelfde als Koos in die... Ja, door die hele snelle doordraaier en gewoon momentum verschuift in één keer compleet weg in die auto. Oh, ik denk al, maar dat was gewoon een persoon die een drive-thru moest doen. Ik dacht, waarom ligt hij nu in één keer voor me naar die pitstop? Ja, ik moest even er doorheen rijden. Nou, dan heb ik ook gewoon mijn drive-thru gehad. Laten we daar maar op houden. Had je ook een drive-thru? Nee. Oh? Ah, ik doe gewoon alsof dit een drive-thru was. En dan beginnen we gewoon weer vanaf nul. Oh,
moet die bandjes wel even op temperatuur krijgen. Jij hebt ook al een vleugel gehaald, of niet, Smash? Ja. Oh, dan zit wel, zijn we wel lekker op pad. Let's use overtake and burn some of this energy. Nee, ik heb hem al even neut. Nee, ik ook al. Mijn is ook alweer oranje aan één kant, dus ik moet straks ook... Ik stuur hem veel te vroeg aan. Wat zeggen jullie dan? Hoe op de baan is het? Ik vind het juist wel een leuke baan, moet ik zeggen. Maar... Ja, ik ook. Ja, op zich wel, maar ik vind het ook een vette baan. Wel een unieke baan ook. Het is niet een, het is een straatcircuit, maar ook wel echt anders dan alle andere straatcircuits. Die Smash heeft de soft onder gehoord. Maar die gaat gewoon even voor zo snel om, joh. Ja, die gaat op het, die ging op het rechte stuk, komt die ook zo snel dichtbij. Kan dat nou, joh? Mis! Mis! Heavy damage on the front wing of the car behind, zegt hij. Ja, ik kan wel schoppen. Welke vleugel? Voor mijn eerste vleugeltje. Nou moet ik niet voor de krachtenbocht door, dat heb ik ook al eens geleerd vorig jaar. Ja, dat snap ik. Zeg, je moet naar binnen. Nou, plek 4, pits 2, lekker. Het is maar zeg eigenlijk nog in. Ja, daarom. Blijf rijden. Ja. Hopelijk even een stuk zonder tegenliggers. Tegenliggers? Tegenliggers? Ja, dat is weer gespierd meer. Ja, ik reed zo voorzichtig, maar ik kon je gewoon niet ontwijken. Dat was echt verrot gewoon. Gewoon een verrotte baan. Zoveel temperatuur krijgen die bandjes, hoor.
Ah. Om, Ja? Nou, weer een oranje vleugel. Hey. Ben je zo'n pony dan? Bijna een muurtje weer voor mij, zeg. Dit hier. Ik kom net op tijd stoppen, die auto. Doing one more stop this day? Nou, dat weet ik nog niet zo zeker. Dit tempo doorgaan? Ja, die banden houden niet 40 van de vol. A 3-second penalty for obvious corner cutting.
Ik trap er gewoon weer in. Ik had precies hetzelfde daar. Zeker kan je meedoen, iedere zondagavond om 8 uur. Gelukkig hebben we inderdaad vlak voor. Meld je even aan via Discord, dan kan je volgende keer gewoon meedoen. Ja, onder in de beschrijving staat ook een link naar Discord. Ik ben bang dat ik dat moesje raak of zo. Ja, ik zag het. Is te laat. Deze ook over. Wat gaat die doen? Ja, ik heil de hele tijd met de oranje rechterkant van mijn voorvleugel. Ah. Op zich gaat het wel redelijk, alleen soms wil hij niet zo scherp insturen als ik wil natuurlijk. Nou ja, dan heb je best een stuk rond sturen. Check the chat. Check the chat. Huh? Ik kan hem niet lezen. Je alleen GK Daan staan, dus dan weet ik al dat het mis is. Oh, oké. Okay. Nee, Crazy Boomer vraagt, waarom reed jij niet mee, vraagt hij aan mij. Ja. Salty, ja. Second.
zonde dat het in ronde 3 misging, jongen. Dat was echt veel te vroeg. Ja, same. We hebben nog wel tijd om goed te maken. Ik moet nu zo lang op allebei die op 2 keer een hele lange stint rijden op die mini. Dat is gewoon... Ja, same. Ik ben niet helemaal chill. Gewoon op de safety car van zo. Oh, heel veel. Ik kan nu al voor zorgen. Ja, maar 10. Er zijn maar 10 deelnemers, dan is de kans op een safety car een stuk kleiner. In Pochteren zit ik nog geen enkele keer fatsoenlijk gepakt deze race. Welke? Ja, ik ben nu... Die in rechts-links toevallig? Ja, links-rechts volgens mij. Die, ja, links-rechts, ja. Ja, dat is ook een kut. Dat is ook een hele grote kutbocht inderdaad. Ja, ik heb ook geen lekker rempunt. En dan soms dan knal ik erover, dan knal ik over die curb heen daar aan de binnenkant. Nou. Ja, dat moet je ook niet hebben. Dat is ook niet gezond. Ja, dan is je auto gewoon onbestuurbaar. En de andere keer kom je te ver naar buiten daar en dan heb je totaal geen tractie. Oh, front is 8.0 seconds. Slowly gaining on the car in front. Try to keep this momentum.
7.4 seconds. You're increasing the gap on the car behind by 5/10 per lap. Misschien schade blijkbaar. Ik begin te zeggen dat de grip levels misschien zometeen wat naar beneden gaan. Nou, die zijn al naar beneden. Ik weet niet waar. Front is 1.6 seconds. Ik denk ik ga links en dan kan jij er rechts voorbij vliegen. Maar... ja, dat was mijn racelijn. Nou, kijk hoe lang het vol aan de tent leuk. Dit gaat nog volgen als het wel meedoet.
Mijn linker voorkant is al de hele tijd geel. Dus het kan wel. Ja, ideaal is het niet. Oh man, zwaar hoor. Ja, concentratieregeltje. Zo mijn best met die, gewoon die oranje voorvleugel, gewoon de hele tijd wachten op een safety car, maar die komt er gewoon niet. Ja, crash even, kom op. Nu mag het nog. Nou ja, misschien dat ik zeg nog weer gewoon om het stuk aan elkaar schatten. Jij rijdt één Niels, nu? Nee, en Jolly. Nee, ik had in 102 of zo van de 3 had ik meteen de Arctic Immune. Ja, ik loop nu niet meer op je uit. Shit. Met je controller puls? Ja, ik krijg gewoon mijn controller. Hm. Ja, ik merk wel dat het heel lastig. Ik merk wel dat ik dat best wel lastig vind met helemaal met high fuel vind ik het wel lastig. Ik heb altijd idee. Dan moet je gewoon een stukje preciezer zijn. Kijk, als je low fuel kun je best wel gewoon de auto een beetje van links naar rechts gooien. Die werkt toch wel mee. Ik heb hetzelfde, man. Ik zit echt al 3 uur te schaatsen. We're gonna lose some tire grip. En dan denk ik, hallo, dat is al... Dat was geel. Daar kon ik net op tijd belen. Oh. Ik dacht, ga ik nog een bocht weer halen, op het laatste moment stuur ik weg. Geen voorbeeld? Nee, geen schade. Dus, ja, ik stuur net op tijd weg de escape pad. Ik merk nu wel dat die schade toch wel een beetje... Maar als schade in samen met dat je gewoon weinig tiger hebt, is wel kut. Dat is vrij voor problemen helemaal. Ja, 100%. Oh, Battle Cars? Nee, Pulse. Oh. Ah, die gekozen heet. Ja, die pil is een stuk sneller dan mij, dus. Nou. Oh, kutbaan! Ja, absoluut. Heb ik je ook al gehoord? Wat dacht je daar? Ja, jullie blijven maar wisselen. Nu is het voorbij, hoor, denk ik. Oh. Precies hetzelfde, ik ga veel te diep daar. Heb je altijd kuttractie. Heb je schade Niels? Ja, maar dat is al van heel lang geleden al. Ik denk dat ik dat meteen nadat ik gepit had, raakte ik meteen weer een muur. Oh, lelijk. Precies hetzelfde gewoon, die eerste lap.
Nu heb ik van geleerd. Ik heb nu geen muur meer geraakt. Nee, net dan. Nou, net laat ik niks meer. Kom meteen met de nieuwe bandjes weer. Dan gaat het gewoon weer opnieuw. Oeh. Ja hoor, dan komt er zo weer een muurtje, wordt er zo weer geraakt. Ah, Smash, wat doe je nou? Je toont hem naar de hemel toe. Oh, dat is niet goed. Yo! Fuck! Dit is... Smash, ga maar naar... Ik denk dat naar de pit gaat, dus ga maar naar rechts, Smash. Ja, ik ga de pit in, links. Oh, jij gaat ook de pit in. Ah, ik word een dubbel stiffer genomen. Ik heb geen vleugel meer. Fuck, oh. Die bocht hier, hoor, met die... Er zat gewoon een stuk frontwing. Van jou gewoon in mij vast. Ja, van Puls had gewoon heel veel. Ja? Ah, wat de tering zeg. Ah, nee, dat de fuck is deze strategie nou? Dat kan ik er niet uit. Dit is één grote foutenfestival. Wel leuk verder, maar. Ja, dat. Volgens mij heeft Enjoy nou ook weer een foutje gemaakt. Ja, dat ging niet heel goed. Eindelijk een beetje in een flow. Ja. Pak die warning maar. Godverdomme. Ik rem dus ook met deze baan. Ik merk gewoon met wat higher feel. Je banden gaan eraan, dan is het heel erg kut om te rijden. En wat frontwing damage is, dat kan ook nog wel bij. Als je optimaal rijdt, gewoon op low fuel, vind ik het best wel lekker rijden. Dan kun je best wel gewoon best wel snel door sommige bochten heen. Dan kun je best wel een flow krijgen, maar hier krijg ik niet echt een flow van. Ik ben echt ook serieus over na te denken of ik gewoon op de hard ga rijden zometeen. Want... Ja, dat denk het wel, man. Ik denk dat ik dat ook ga doen. We hebben te lang op rijden, hè? Ja. Echt het einde van de vleugel. Ik merk gewoon, als ik hier wear, of als ik deze band wear krijg, is hij al op 45% wear. Medium is gewoon glibberen, hoor. Maar ik weet ook niet hoe de hard. Ik weet, rijden mensen op de hard toevallig? Nee, ik ga nu op de hard. Nu wel, maar net pas. Ik zie Enjoy. Ja, die rijdt hij nu net op. Hey, Smash, kun je niet de team game spelen? Even die hard pakken, kijk hoe die rijdt. Nou. Heb jij wat aan Smash input dan? Nee, dat niet. Weet ik niet, misschien als hij gewoon een paar rondjes clean kan rijden, dan kan hij een beetje voelen hoe het gaat. Maar ik pak wel mediums, fuck dit. Ik ga niet naar de hards. Ik maak toch wel een foutje. We zijn op soft gestart, toch? Ja, we zijn op soft gestart, ja. Dus je kunt overal naartoe, je hoeft niet meer naar een andere target compound. Oh, kutbaan. Dat is 100% race vandaag. Hoe gaat het altijd vandaag? Prima. We zijn battelen. Geen foutjes. Nou, voorlopig nog niet, hè? Had dat problemen gebleven? Blaise, ik geef hem Blaise deze keer wel punten, maar deze keer deden we 11 mee, dus. Jammer. Bonuspunt voor opdagen. Ja. Dat heeft hij de vorige keer heeft hij al 2 punten gekregen voor als bonuspunten voor het opkomen daar. Nee, het was ook wel 8. Ja. Of 9. 9, ja. Dus toen, terwijl hij niet uitgegeven of officieel zijn punten. Ja, ik heb wel uitgegeven. Bij mij stond er DNF op mijn scherm, maar ik weet niet waarom. Dat is het.
Maar ja, het is sowieso punt. Ik heb ook de persoon die er, ik weet niet wie dat was, die er naar ronde 4 uit was, ook gewoon punten gegeven. Omdat hij, ja. Gewoon wat hij er was. Nu heb ik nieuwe mediums, maar nu kan ik er niet op rijden, omdat ik gewend ben met die schade te rijden de hele tijd. Nou, wat heb je er toch weer? Schade kan je er zo bij aanrijden hoor. Ja, dat is waar. Misschien moet ik dat ook maar doen, ja. Ik doe beter ook. Ja, dit zijn weer hele bijzondere tactieken. Dit kan alleen bij onze league. Vorige keer mijn fuel tactiek met caps, dat werkte prima. Gewoon achter hem aanrijden, wat deed je? Nee, gewoon weten dat hij een ronde inhaalt, dan gewoon daarmee rekening houden met je fuel. Ja, dan kun je gewoon op min 1 komen te staan. Afschrijft het mee, hè? Nee, dus we hebben niemand die iemand heel snel op een rondje zet. Nou ja, misschien zijn er wel een aantal die op een ronde worden gezet. Ja, ik zag je al, mijn achteruitkijkspiegel komen, dus... Ja, maar toen ging het even weer mis, volgens mij. Ja, als ik geen filmer heb, dan laat ik je wel voor, dan wacht ik gewoon even. Zet hem even op. Blijft wel aardig trouwens, hoor, die hard. Escortief. Ja, misschien zeg ik het omdat ik heel hard zit te balen. Nee, grapje, het blijft wel best. Ik zit alleen nog in dubio over de frontwing gaan laten vervangen. In principe is het wel drivable dit, maar... Kom ik achter Koos terecht? Nou ja, dat ben je natuurlijk ook niet. Maar... Doe maar hoor. Gewoon een groene eerste sector, joh. We rijden door de graining heen en we gaan door. Oh no! Ja, het wordt ook heel snel lichter, hè? We've done this before! Oh, daar vloog ik over die curb heen. En remember guys, it's not... Daarvoor moet je echt oppassen, want met dat soort ongeheim verdwijnen je in de muur. Ja, daarom. Dat had ik dus bijna. Gelukkig kon ik hem nog net uit de muur halen, maar... Oh, ik weet al waarom ik groen eerste sector reed. Ik had hem in overtake staan, ik ben nu out of the race. Samma. Dat is toch ongelooflijk? Ja, ik wil gewoon... Ik mis de bocht, dus ik wil de escape route insturen. Maar werd je gereset of zo? Vervolgens druk ik op start, om dan op reset to track te klikken. Ja. Rijdt die auto dan nog even er tegen de muur aan met de AI? Ja, dat ken ik. Godverdomme. Enjoy! Fuck me. Sorry Alvist. Ik dacht dat jullie al voorbij me waren. Fuck. Oh, dat was reset to track. Ja, sorry man, ik dacht echt dat jullie al voorbij me waren. Oh, mooi dat we twee keer in dezelfde ronde gaan mensen weer kaart vanaf. Het gaat nog altijd goed, dus allemaal. Tot zover mijn plan bij Mardeban. Oh, ik heb schade, verdomme nee. Ik neem aan dat jij nu naar binnen gaat, toch? Of niet? Jezus. Oh, sorry. Maak gekke bewegingen, Niels. Hoezo? Ik neem gewoon mijn race bij, maar ik kan gewoon niet op volle snelheid rijden. Dat is maar altijd gekke boel. Dan wacht ik wel tot mijn pitstop. Nee, wees niet bang. Ik ga nu de pit in, want ik heb mijn hele vondeling in de tering. Hij was eerst geel, nu is hij vol rood. Nou, alleen aan de linkerkant, maar. Ja, dan heb je, dat is goed als geen vleugel. Kom jij een rondje door? Koos er even een goede toon, kom op Koos te halen. Ja, dankjewel man. Ja hoor. Echt super lief. Zo is die, hè? Zo ben ik ook wel weer. Omdat je net een beetje bokt. En vervolgens vol in de beton van de pitstraat. Ja, ik dat. Fuck, nou, ik kan het langzamer als ik het op de hop zoeken.
Wel op een gezellige plek de baan af, volgens mij. Nou, mijn tires gaven weer niet thuis. Wat? Ik kom precies achter Enjoy en Alves uit. Ik rem op hetzelfde moment als zij remmen. En mijn banden dachten, nee dude, je rijdt hier nog maar één bocht op, dit gaan we niet doen. Dus 6-0. Nee, geen vleugel, maar ja. Wel door even een escape road gezien. Die ken ik straks net zo goed als de baan. Dan weten we nu eerst wat temperatuur in de banden krijgen. Toch zijn er nog steeds geen safety car geweest. Nee. Eén korte virtual safety car, dat was het. Hij zal echt lekker zijn. Hij had eigenlijk net moeten komen, niet meer nu. Laat maar zitten. Nee, alsjeblieft niet, jongens. Ik vind hem altijd wel leuk. Wel vleugeltjes, hè. Als je net te laat rent. Ik moet niet veel naar de temperatuur kijken, want dan zie ik elke keer die brake temperature toch omhoog schieten. Dan gaat er elke keer zo'n warning light aan en dan denk ik, kut, wat gebeurt er? Ja, daar kan ik je niet over nadenken. Ik heb een Aston Martin, Aston Powers ding. Hoe zet ik reset de track? Oh my god. Ah, nee, dat meen je niet. West Coast? Ja... Ik heb nog nooit reset the track gedaan. Dus ik had als de powers in dat kleine steegje zat ik heen en weer te gaan. Ja, maar escape en dan reset the track. Je kunt ook niet even, gewoon een klein spinnetje doen. Nee, dan moet je eigenlijk je tankscontroller uitstaan. Ja, dan moet je, ik heb hem dus niet helemaal uitstaan, hè, want normaal met de controller zat helemaal niks. Als je hem helemaal uitzet, dan moet het... ik zie in één keer een puntje staan daar verderop. Ik denk, ik zag die helemaal niet. Maar het is ook zit om aan te zien wanneer je weer de baan kwam. Want daardoor verneukte ik net ook Alphys voor. Danny, dankjewel. Ah, dit is zonde, jongens. We gingen echt lekker. Het ging zo lekker. Oh. Iedereen, dit heeft echt iedereen een moment. Dus iedereen maakt van dit een fout. Ik denk dat niemand... ik was niet in hier. Ja. Oh, dankjewel voor 26 maanden, man. Kutkastel is sexy, man. Ik had het langer geprobeerd, maar ik kreeg de pits en nee, ik ging gestart. Dan had ik die muurtje aan. Hey. Dat was het vreemd. We zien major wing damage, dat klopt, ja. Ik heb helemaal geen vleugel meer. Go, go, go. Oh, wat zuur. Je was best wel een poosje gewoon helemaal fout, of niet? Ja, zeker, daarom. Ja, ik heb hier gewoon elke 10, 15 rondjes ook wel een fout. Ja, ik ook. Kijk, en als ik geen schade rijd, dan is het niet zo erg, weet je. Dan fiets ik 4, 5 schade, maar... Ik moet ze witte piet zien, Niels. Dus ik zeg het maar al. Nou, goed verhard. Ik heb geen nieuwe mediums meer. En nieuwe mediums? Heb je al 2 mediums gebruikt? Ja, ik heb een paar keer met pitten en dan wissel je mediums om.
Wow, koude hard. Wat zat temperatuur erin? Gewoon dat die dingen kunnen blijven die zit. Het rijden, ja, de bandjes langs de baan. Kom je vanaf dan? Moet er wel van wennen, ja. Met beschadigde voorvleugel en oude brandmerk hadden. Ah, joh, even warm maken die bandjes. Maar die beschadigde voorvleugel zijn zo gek nog niet eens, Smash. Dat vind ik wel schreven, Smash. Maar absolute lap time hebben, mis ik wel wat snelheid nog. Maar ze rijden wel wat meer reliable. Ze rijden wel wat meer reliable. Ik vind ze gewoon wat, je kunt er iets meer op doen. Op een gegeven moment red ik vol gas de bochten niet meer met... Nee. Schade voor voorvleugeltjes. Dat is vervelend. Ja, het heeft me volgend jaar... Ja. Het heeft me volgend jaar een race gekost. We hebben er helemaal geen leuke vol vast van bocht. Ja. Ja. Eerder, dat shot. Je dacht, ik heb geen remmen meer nodig. Dat zei ik. Een bijzonder iets hoor, dat hij dat... Ja. Dat hij die fouten maakt. Dat is goed voor de rest van het seizoen. Zeker. Nou, hij zat wel. Hij was niet meer op te beuren na de race, man. Nee, ik heb hem nog nooit zo verdrietig gezien, bijna. Nou, als je, hoe die daarbij zat, inderdaad. En ik zag wel heel verslagen. Ik vond het wel een heel mooi shot dat Verstappen dat eerst terug de pit erin kon lopen om bij de team te gaan staan. En vervolgens zag je Hamilton achter Gasly zo wegdraaien. Ja, precies, met het interview, ja. Dat was een keer volgens mij in Duitsland, die in de kwalificatie dat probleem had. Toen heb ik hem ook zo gezien. Dat gebeurt in ieder geval niet vaak. Ja, maar, Hij is ook echt vernederd natuurlijk. Hij weet gewoon dat op zo'n moment echt het seizoen gewoon wel kan beslissen. Ja, dit kan echt dit had een championship decider kunnen zijn als hij daar gewoon de volle punten, of in ieder geval 18 punten had gehaald. Ja, hij had hem eigenlijk gewoon gewonnen hoor. Want hij had Perez goed te pakken. Dus dat hij dat hele domme foutje maakt. Hij zat er gewoon al duidelijk voor inderdaad, dus hij had gewoon volle punten gehaald. Als je toch weet dat je op het rechte stuk zoveel sneller bent, dan doe je het ook op het rechte stuk. In plaats van meteen op het begin. Ja, nee, ja, kijk, op de start. Je moet het gewoon sowieso bij de start proberen. Want als jij er gewoon beter. Als jij beter wegkomt bij de start, wat hij had. En hij zat er gewoon voor. Hij hoefde niet eens later te rennen. Hij moest gewoon. Maar hij moest gewoon geen fouten maken. Waarschijnlijk was hij sowieso rechtdoor gevlogen, hè? Ja, klopt. Waarschijnlijk wel, omdat die break met je... Zijn break balance was 75% op de voorbanden, volgens mij. Ja, klopt. Ja, dan gaat die de break balance gaat dan als goed is volledig naar voren. Dat is voor mij het idee wat ze dan doen. Ja. Ik vond het ook bizar dat gewoon... vanaf quali heeft Hamilton gewoon de hele tijd met een andere rear wing gereden dan dat Bottas reed. Want ik weet nog steeds niet waarom ze die keuze hebben gemaakt. Maar je zag gewoon dat Bottas of Hamilton had in één keer wel weer recht op top zijn rijdt. En Bottas miste dat helemaal. Ik heb het ook een beetje het idee dat Bottas er klaar mee is, man. Ik weet het niet. Hij is op een gegeven moment ook elke keer bij de... Elke keer dan had hij weer een mogelijkheid om in te halen, maar dan werd hij weer ingehaald of zo. Dan Giovinazzi of Raikkonen kwam hem weer voorbij. Het zag er een beetje treurig uit. Die mentaal ook een beetje er doorheen zetten. Ja, dat bedoel ik ook. Wel gekregen. En dat kan ook nog wel belangrijk zijn voor het kampioenschap hoor. Dat nu Perez juist weer wat beter in helpt. Ja, inderdaad. Maar vooral ook omdat Bottas nu wel... Perez nu wel weer wat begint te helpen. Dat kan wel schelen. Ja. Perez moet zijn quali zien te fixen. Want hij had nu natuurlijk... Ja, dat is wel waar. Hij moet zeker zijn quality zien te fixen. Want kijk, op deze baan is het echt... Nou ja, en de start was goed en je kunt er iets makkelijker inhalen hier. Hij kwam er gewoon meteen bij, zeg maar. Maar als hij op plek 6 start en hij blijft daar liggen... Ja, dan komt die achterstand. Die komt in de eerste 10 rondjes. En dan
Nou ja, het viel sowieso mee, want ze gingen sowieso niet heel snel in de eerste stint. Maar dat zie je bijna altijd. Want ik weet nog wel dat het een paar jaar terug precies hetzelfde was. Dat gewoon de snelheid gewoon niet heel hoog ligt in de eerste stint. Want iedereen zijn banden gewoon aan het nursen is. Laten we doen dat ik nog een stage heb gekregen met Pirelli, met hun bandjes. Vast niet. Ik weet het niet, ik denk het niet. Ik denk het ook niet, man. Het ding is, ze zitten in zo'n monopolie te zien. Ze kunnen gewoon... Dat was misschien een probleem zoals hem dingen heeft gehad. Allee, dat ze iets gelijkouders zoals die Michelin in de tijd. Nee, niet zo erg hoor. Nou, niet zo erg inderdaad. Niet zo erg natuurlijk, maar het probleem hebben ze nog eens gehad op Silverstone. Ja, dat was toen ook. Omdat ze eerder op die harde band gingen in plaats van... Zeg maar tegen ja, dat soort... Toen was het wel anders. En nu hebben ze aangegeven, je kunt er minimaal 30 rondjes op rijden. Nou ja, hier was, nou, ja, het was gewoon de window. Het was 36 tot 40 ronden en ze zeiden gewoon van tevoren, gewoon helemaal, ik weet niet... Later hoor ik dus dat de baas van Pirelli had gezegd dat het niet kon, maar nou ja, dat het sneller zou zijn, maar in principe was van tevoren overgecommuniceerd. Ja, je kunt makkelijk 40, je kunt in ieder geval 40 ronden rijden op die hards. Misschien was dat dan wel niet het snelste, maar dat moest wel gewoon... Kijk, je kunt natuurlijk niet zeggen dat het 40 ronden kan en dan dat je klapbanden krijgt na 30 ronden. Oh, dat natuurlijk ook wel. Als dat het was, hè. Het is natuurlijk nog niet helemaal zeker. Natuurlijk vooral ook omdat er... nul indicatie was van, oh, hij gaat dadelijk klappen, zeg maar. Ja, precies. Het was niet van, de banden zijn compleet weg. Nee, helemaal niet zelfs. Is dat tijdens de vrije trainingen een accident geweest op dat rechte stuk? Nee. Ja, kijk, nee? Volgens mij niet. Oké. Misschien een F2, ik heb F2 niet helemaal gevolgd, maar... De reden dat ik kan vinden is de uitleg van Pirelli. Of er moet een crash gebeurd zijn dat er echt debris, dat ik bijna niet zie, maar dan toch die input kan geven van die band. Dan blijft het nog steeds, als allebei de linker achterbanden eraan gaan, dan moet wel echt heel veel toeval zijn, wil dat dan gebeuren. Maar ja. Ik denk gewoon dat het tire failure was. Maar... Van de andere kant, als Aston Martin de indicatie had dat zij ook niet wisten dat het zomaar niks gebeurde, dan hadden zij hetzelfde kunnen doen als Red Bull. En Red Bull heeft gevraagd om die rode vlag, omdat zij hebben gezegd van ja, wat totaal geen indicatie dat hij zou gaan klappen. En we vinden gewoon dat iedereen op nieuwe banden moet gaan kunnen rijden. Dat ja, maar dan hadden ze moeten afblazen. Dan hadden ze moeten zeggen, want ik heb het gelezen, want ik was niet thuis. Ze hadden gezegd, oké, rode vlak, er wordt niet meer gereden en Max Verstappen wint nog alsnog de race. En de FIA had de ballen niet voor te zeggen van, we stoppen ermee. Dat dacht ik ook. Ja, maar kijk, want Toto Wolff was gaan kijken bij de FIA van, nee, dat gaan we niet doen. Ja, dat snap ik ook wel, hoor. Hoe zou Max nog gewonnen hebben? Ja, Max had nog gewonnen. Moet je dan de stand voor de laatste ronde? Je gaat de ronde terug en daar pak je de uitslag van als er bij een rode vlag is. Maar Toto Wolff had gewoon klaar stond bij de Texas. Ja, maar ik vind dat hij groot gelijk heeft. Ja, maar logisch. Er was niet op veiligheidsredenen, het was niet een indicatie dat het niet zou kunnen. Kijk, als het nou nog bijvoorbeeld gebeurt, als er nog 30 ronden te gaan waren, had je nog kunnen zeggen van ja. Weet je, het is nu gewoon de integriteit van die band is gewoon niet goed. Ja, maar weet je wat je dan iedere keer krijgt? Dat altijd in het voordeel is van Hamilton. Het is elke race wel iets. Eerst is met Vettel in het voordeel van Hamilton. Nu met Verstappen. Ah, kom maar goed, jongen. Kom maar goed, Alves. Maak je zo hier. Die Max van weer kampioen. En Hamilton Europees kampioen. Wij leveren de wereldkampioen Formule 1, dat jullie dan het Europese kampioenschap winnen, Alvis, want dat wordt voor ons nogal lastig. Ja. Omhoog, ik moet maar kijken. Maar snap dat waar ik naartoe wil gaan, als volgende keer Hamilton gaat klagen en dan krijg ik gelijk, dat is toch kotte klein. Ja, maar Red Bull vroeg om die rode vlag, hè? Niet Mercedes.
Daarom vond ik het ook heel ver van Red Bull. Red Bull had ook gewoon kunnen zeggen van nou, laten we doorrijden. Dan hadden ze geen risico meer. Gelopen was had Perez sowieso gewonnen. Maar ja, het was gewoon de integriteit van die band. En dan moet je gewoon ook gewoon eerlijk zijn. En dat had misschien Aston Martin ook wel moeten doen. Van zeggen, ja jongens, we hadden geen indicatie dat hij zomaar in één keer ging klappen. We denken gewoon dat het niet veilig is. Laat iedereen naar binnen komen met een rode vlag. En laat iedereen zijn banden wisselen. Ja, maar toen reed de rest nog niet op hard, toch? Toen Stroll gebeurde. Ah, jawel, toen was alles al wel. Toen was alles die op soft reed in het begin. Om nou bij de eerste wagen die een klapband krijgt te zeggen: joh, daar schiet me meteen helemaal mee. Ja, ik bedoel, kan altijd gebeuren toch? Alleen het is dat de tweede meteen ook klapte. En toen was het van: ja, oké, misschien hebben we een probleem. Nou ja, ik vind wel, als zonder indicatie een band zomaar klapt, zonder dat er echt aanwijzing is dat er debris lag. Dan moet je daar wel goed naar kijken, want... Kijk. Maar daarom kan je hem ook niet afvlaggen en Max Verstappen de overwinning geven. Ja, nee, dat sowieso niet. Dat vind ik sowieso onzin. Maar, weet je, het was helemaal op het laatst, was het nog 3 rondes te gaan. Dan is er totaal geen sprake van de integriteit van een band. Dan kun je gewoon altijd doorrijden, want 3 rondes houdt elke band voor. Want daarbij had iedereen de mogelijkheid om banden te doen. Oh jongens, ik begin een beetje soort van zonder na te denken in deze baan gewoon een beetje een soort zombie te rijden. Thanks. Ja, iedereen wil het gebruik dat ik ergens een bocht mist. Totdat er inderdaad gewoon altijd een keer weer helemaal misgaat. Ik ben nog niet nieuws. Maar echt hoor. Oké, gap ahead is 2.7 seconds. Oh, nee, bocht. Ja, schade en joh. Ja. Ja, ik ben mijn focus echt volledig kwijt. Wat zei je? Kom in één keer dichtbij? Ja. Nou, ik moet ook wel mijn focus echt nog bij proberen houden. Want... Eén keer Victor gaan en het is voorbij. Nou ja, het voordeel is wel dat je hier nog wel van die escape box hebt, dus je kunt als je gewoon de tijd door het gaat halen best wel makkelijk nog wegsturen. Als je helemaal ingestuurd bent, dan is het klaar. Ik heb materie lang in overtekst staan, elke keer run ik elke keer gewoon voor de derde sector heb ik al geen ERS meer. Had hij misschien nog lukken, Koos? Ik ga mijn best doen, er komt dichterbij, dus Ja, dat komt wel goed. Ja, maar er moet niks gebeuren. Foutje is zo van mij. Je zit op een seconde zeker? Ja, 1.3 was het net.
Welke bende heeft hij? Hard. Oh, maar oude ook. Heeft die car? Nee, maar wit of geel? Wit. Oké. Okay. Nou, moet nog lukken. Ja, dat is ook oude wit. Nee, die heeft niet helemaal gepakt. Ik durfde ook niet die bocht van de buitenkant te nemen. Nee. Oh, nou, laat maar weer. Zo. Ik ging je gewoon achterna, weet je dat? Ja, het gaat automatisch, hè? Ja, man. Moet je echt mee oppassen. Dat deed ik dus net toen Enjoy en Alvis bij elkaar reden. Remde ik hetzelfde moment als hun, terwijl ik net gewoon één bocht had gereden. Heel Enjoy. Hoe komt het Enjoy? Ja, ik weet niet, man. Het ging zo lekker in het begin. En toen ik wou het zeggen. En toen was ik het gewoon kwijt. Toen was ik het gewoon helemaal kwijt. Concentratie werkt misschien. Nou, als je die flow, als die flow net een beetje weg is, dan... Je zal bij een hele race... Die regelt even die safety car. Haal ik nog even de verse flow van de verse safety car. Die safety car zal wel echt shit zijn. Nee, geen safety car, laat. Safety car? Nee, alsjeblieft niet. Safe! Hey, de safety car zit er altijd een Mercedes en Aston Martin. Even dan. Ja. Dus deze is na te denken hoe verschrikkelijk dat weekend van Bottas van is geweest. Dat is echt niet normaal. En ook nog Hamilton helpen in de Q3. En daarom, in de Q3 gewoon volledig opgeofferd. Ja, maar zijn plek is toch al lang duidelijk bij Mercedes. Ja, dat klopt, maar het is gewoon überhaupt. Hij heeft helemaal niks kunnen doen. Ook niet in de race. Gewoon zijn af en zakken. Ze zijn helemaal zo sterk als eerste. Nu ga je dan merken dat ze nu echt iemand echt opgeofferd. Ik vond die teamradio vooral pijnlijk, man. Ja, kom op. Je moet er nu langs, anders word je 9e of 10e. Nou. Oh, hè? Ja, we kunnen vijf worden als je er nog bij gaat. De teamradio, maar... Hij had de nummer 9 of zo. We're fighting for P5. Hij zegt, ja, we moeten nu de... Nee, het was meer van, we moeten nu de P9 halen. Moet wel iets gaan doen, zei en toen daarna zei hij van, nee, als je het nu niet gaat doen, dan worden we gewoon 10. Ik denk dat Bottas zelf iets heeft van bekeken, maar als mijn laatste jaar of zo. Ja. Ik weet niet of hij nog een plaatsje gaat krijgen voor hem zou. Ik denk dat hij er wel mee stopt, hoor. Het zou interessant worden als hij scheid gaat hebben aan teamorders en zo. Ja. Maar daarvoor is hij niet snel genoeg. Heeft hij toch al, vorige races. Ik denk dat er nog weinig is wat je op dit moment kan doen om hem kapot te maken, hoor. Ik bedoel, hoeveel erger kan het worden dan? Ja, je kunt niet veel meer doen qua... Als je nu niet gewoon geen fuck meer gaat geven. Please, me too. Thanks. Eindelijk wel met iemand aan het racen. Hoe gemakkelijk om je aandacht te houden dan, hè? Met iemand aan het racen bent. Ja, kijk, het ding is alleen, als dan de persoon voor je een foutje maakt, dan heb ik ook heel vaak, dan maak ik ook... Ja, maar ik ben degene wat voorop rijdt. Voor de achterna gezeten. Oh, dat maak ik juist ook best wel vaak fout. Dan ga ik veel te veel achter me kijken. Ik weet wat ik dan niet moet doen, maar toch, het gebeurt het gewoon. Het gaat vanzelf, hè? Ik je toch even die mirror van, ja, zit hij goed dicht bij Ritty. Ja, als ik zie hoeveel Jan opmerkt op dat doet tegen. Dus dan krijg je gewoon epilepsie van als ze daarna kijken. Het blijft de hele tijd naar de achterklik schakelen. Ja, nee, ik heb die rear view shit gewoon aanstaan. Dat vind ik wel... al midden op mijn scherm, dat ik niet van spiegels. Oh, daar gaat hij, hoor. Sido. Ja, bedoel ik, ik heb je die achter me zitten. Dan ga ik vanzelf halen. En iedereen is top team, hè? Iedereen doet het gewoon goed.
Deke, ook jij. Ook jij. Heb je de voice? Je bent het tenminste, dus... Ik kan niet van sommige lafaarden zeggen. Ik kwijt met een pitstop. Dat is gewoon zo. Ik weet niet of ik dit ga halen. Weet je wel, een pit op moet kunnen maken. Je kunt gewoon kijken, pit now, rejoin, rejoin. Dat is ongeveer waar je uitkomt. Dat is gewoon. Heb ik hier ook een achter me zitten, die gaat me proberen weer gaan proberen. Ik probeer te unlappen en lappen natuurlijk. Krijg je dat natuurlijk weer. Ach, jij van hier. Dan moet ik wel heel veel sneller zijn. En als je hier de langs kan, dan vind ik het allemaal prima. Ja, ik zit er wel weg naar. Ah, nee, ik bedoel meer gewoon als heel een stukje keer gewoon makkelijk. Ah, zo niet. Nee, ik ben wel veilig natuurlijk. Op nieuwe softs of zo. Ja. Ja, we rijden met z'n drieën achter jou op nieuwe softs. Wat een ellende, jongens. Wat een ellende. Loop mij, ik push hard als ik kan. Oh, klopt. We rijden op witte. Ja, op harde banden van 25 rondjes auto's. Een beetje geluk kunnen jullie hier met een DRS trein er voorbij. Ik blijf aan de linkerkant. Ja. Ik heb de ontstekker laat staan. Maar kijk meteen de blue flag. Ja, dat krijg je de hele tijd zo. Moet echt een gaatje slaan. Ah, ik heb met de vroegte voorbij gestoken. Ik heb een DRS. Oh, godsens! Nee! Daarom remde ik maar gewoon even. Ja, ik dacht, zit in de Mercedes, ik weet niet hoe ze helemaal vanuit zien, maar ik moet helemaal kunnen. Ja, je had nog rechts moeten sturen. Ah, verdomme, ik moet schade, hè. Sorry. Oh. Vandaag zin in een gokje. Ik heb wel. Ik denk dat ik achter de coast terugkom als ik dit moet doen. Ah, leuk. Kijk. Alles voor de stream, alles voor de stream. Alles voor de stream, jongen. Content. En anders dan... Alles changed. Sorry, jongens. Hier verlies ik echt veel te veel tijd mee als ik dit deed. Kun je zeg maar elke keer een millimeter achter me zien? Nee, de muur. Dit niet mee, hè? Nee. Het wil echt niet. Meer moeite dan Monaco. Nee, dat vind ik niet, maar. Dat vind ik ook nee, niet. Nee, Monaco. Ja. Ik wil wel. Ik vind dit een beter te doen circuit, moet ik zeggen, maar. Ja, dat dacht ik ook. Maar al vind ik wel Quali wel heel leuk bij in Monaco. Nou jongens, succes. Dankjewel. Oh, je zat dit achter me. Oh god. Oké.
Daar gaat hij. Oh, nee. Yes. Safety car? Oh nee. Nee. Jammer. Oh, dan moet ik de hele ronde natuurlijk rijden zonder volgende. Here we go. Fuel is at target minus one. Let's turn the engine down, please. Oh, fuck. Light here. Ik zag achter tevoren. Oei, gele vlak. Ja, zit er pas op, hè? Daar ik nog geen set. Ik ga naar links. Ja, thanks. Nee. Ah, jongen. nee, ik ben net gelapt. Dat is jammer. En dan is het dan een beetje voorbij en dat is gelapt wordt. Ah, serieus, nu nog een 70 kan met zo weinig rondjes? Ja, even een sprint race aan het einde. Ik laat hem net voorbij, oh man. Ik ben heel blij dat ik niet met die rode branden ben gegaan. Ja, dat is spannend. Dat snap ik. Ik heb het ook gedaan. Oh, sorry jongens, dat was niet de bedoeling om een safety car te veroorzaken. Ja, kan gebeuren toch? Ja. Ik schamte echt maar net de wand en toch brak de ophanging af. Ja, soms is het heel... Niet dat tijd kunnen veranderen, wauw. Het is op intermediates. Ik zeg dat kan niet. Wat? Wat? Zijn er iemand op intermediates? Nee, ik selecteerde en ik stond ineens op intermediates. Ah ja, safety car hier al aan de bank, oké. Oh. Ik heb in principe niet veel probleem hiermee, want Koos heeft toch 3 seconden, dus als we hem nu uitrijden, klinkt het ook niet erg. Weet je waarom dat ik in paniek ga? Als je dat instelt bij AZ de Corse Competizione, dat je de pitch hier hebt, staat die pitch vast. Je denkt zo, oeps, ik rijd de pitch in en ik verander nog. Ja, je kunt op het laatste moment nog gewoon veranderen, dat kan wel, ja. Ja, op het einde, ja. Daarom dat ik aan het panikeren was. Nee, ik ken niet in de minuut. Ik had Boxer Slap niet aangegeven. Ik had net Boxer Slap niet aangegeven, dus ik was bang dat ze veel te laat zouden komen, maar ze waren nog op tijd. Nee, als je gewoon de punten redt, dan is het altijd eigenlijk. Ja, nee, maar het kan wel zijn dat je dan als je een trage stop hebt, als je het niet aankomt. Ja, Oh, echt? Ja, daar komen ze pas later uitgegaan. Ja, dus als jij bijvoorbeeld helemaal op het laatste moment kiest om naar binnen te gaan en bijvoorbeeld je pitcrew staat helemaal vooraan in de pits. Nou, oké, dan ben je... Ja, dan kan het best zijn dat je gewoon in... Procent ook natuurlijk. Stoppen, jij hebt een nieuwe softstop. Ja, net erom. Alves heeft een goede meester move gedaan, hoor. Ik zou nog pitten, Koos. Kan makkelijk nog. Nee. Val ik te ver terug, denk ik. Nou nee, je hebt Enjoy zit 32 seconden achter je, dus de enige die misschien voorbij je gaat is Alvis, maar dat denk ik niet eens. Ja, dat denk ik wel. Net wel, net niet. Ah, je had net 22 seconden op Alvis, dat red je. Nu 20. 18 of zo. Nu inmiddels niet meer. Ik heb nog je stop nodig. Safety car. Express? Nee, niet expres, ik kon kostgaas kwijt. Maar ik wil die anders ook laten. Dat is Messer als tweede achter. Ja, maar jij hebt nieuwere slots, hè? Jij kan makkelijker nog daarnaast. Nou, Smash, dit is het moment dat je één voor de team moet nemen. Zeker de battle in nu. Ik heb net verse rode bandjes erop gezet. Ik heb heel veel fuel extra. Safe kijk hier. Ik ben heel veel gelapt.
Die safety car blijft alles verkloten. Ik hoop zo dat ze het verbeterd hebben in... Ik ga er niet vanuit eigenlijk. Ik heb het nog niet geprobeerd. De mensen die fouten maken of een crash hebben, wie komt er op tijd ervan voorrijden? De mensen die triple problemen hebben. Oh, zo, de rijdt er een partij lapcars hier voor me. Ja, ja. Je rijdt er achter mij? Hoe gast reageren? Koos zit voor mij. Ik laat gelijk jullie op de street voorbij, hè? Ik kom wel pas na start finish, anders krijg je een... Ja, na start finish moet je ons voorbij laten. Dus. Oh, dat wordt wel gevaarlijk dan. Ja, dat is levensfucking gevaarlijk, maar ja. Ja, als de game denkt dat een goed idee is. Maar je kunt, kijk, dat is toch, kunnen een aantal kunnen het hier allemaal doen, maar er kunnen ook een aantal wachten tot de volgende rechtstuk. Oh nee, dan krijg je een fout zometeen. Oh, ik moet langs Smash Rocket staan. Koos gaat alsnog pinnen. Ja, toch maar proberen, man. Want anders ben ik sowieso kansloos tegen Alvest. Je houdt de positie denk ik wel tegenover aan Joy, dus veel vliegen. Ja, en Joy wel. Die komt nu over zacht finish verband. Dus. Als het goed is, zit ik dicht tegen Alvest aan zo. En dan verdenkt het voor weer. Niels? Alvest, jij zit achter mij, Niels? Ja. Oké, dan ga ik zo doorrijden en laat ik jullie dan nog eens voor. Ja? Hoe wil je doorrijden? Mag dat? Ja. Nou, dat weet ik niet. Ik krijg tenminste. Ja, ik krijg nog geen warning, dus ik ben nu. Nee, dat werkt. Als ik nou een penalty. Als ik nu een penalty daardoor had gekregen, dan was ik gestopt. Nee, als iemand van de baan op gaat, dan mag je waarschijnlijk wel voorbij inderdaad. Maar ja. Ah, echt jongen, die fucking Siddo, hè? Boort hij gewoon weer een podiumplek door mijn neus? Jongen. Ja, ik heb voor de schuld. Ja. Het is allemaal altijd die Limburg weer. Hè? Altijd. Ja. Hadden nu nog een kans op mij zetten, dat ik hem de schuld geef. Oh. Wat zei je? Ik rij hier zo recht door. Je kun jij gewoon doorrijden, kun je er langs. Ja? Ja, oké. Ja, ik ben alsnog ook een beetje bang voor. Kijk, als het nou misgaat, dan zijn we de lul. Als iedereen nou een beetje doorrijdt, dan kunnen we nog een restart krijgen, als dan finish even zo. Thanks, nog. Ja. Yeah. Dat zou wel nou, ik denk dat iedereen, er nu al wel is, toch? Om te kijken. Ja, bijna. Koendog is volgens mij de laatste man in de laatste. Ja, als hij aangesloten is voor de laatste sector, ja, dat is ja, safety car in this lap, jongens. Nou, Pils, te gaan we! Alles of niets. Smash, ik kom er ook aan, hè? Ja, wat moet ik ruimte houden voor jou? Nou, eerst maar door. Want Laptcast moet gewoon links aanhouden. En na start finish voor de kast. Ja, en op het andere... Ja, ik wou het zeggen, Laptcast links. Ja, oké. Kijk, en als je merkt dat het niet goed gaat, dan kun je ook doorrijden tot het tweede rechtstuk en daar dan op links aanhouden. Ik heb alles al op lief in ieder geval. Oh, god. Graag. Ja, doorrijden jongens, godverdomme. Alvis is al is Niels voorbij. Niels is alweer terug. Ik ga de volgende. Goes aan de binnenkant, goes aan de binnenkant. Gaat dat goed? Hey! Nee! Oh, jongen! Hoe kan het niet? Oh, is niet mijn fout, hè? Nee, dat was duidelijk. Jij zat er aan de buitenkant, daar mag je gewoon zitten. Ik denk dat de die ook wel op Koos' kop te mogen schrijven. Jullie hebben zo bij het volgende rechtstuk er langs laten. De McLaren's. Ranedal. Leek een beetje op het moment van de Force India's destijds.
Ja, precies ja. Dat. Hetzelfde stuk ook, toch? Ja. Ja, die is in bocht later, zeg maar. Nee, nee, die bocht. Ja? Dat was die bocht, ja. Ja, dat is ook wel een crash. Tenzij hoe? Damn. Blauw vlag, jongens. Ga links, ga links, ga links, ga links. CC blijft aan de buitenkant nu. Blijf aan de buitenkant. Dank u. Hebben de McLaren geen schade? Ik heb geen schade. Allebei niet? We moeten gas wel. Ik heb niks. Ah, ik koos er ik wel namelijk. Je schade, show stoppen? Nee. Oké. Ingeplekt door. Ik ga straks weg. Het was er alweer op 2,5 seconden van Niels af. Ja, ik had al die auto's ertussen. Ja, ik moest op een rem en dan weer op gas en dan weer rem. Dank. We waren nog niet bij de streep. En toen keek ik al een illegal overtake, maar gelukkig werd hij weggehaald. Ja, er werd weer flink gekloopt bij de herstart, man. Ja, ze gingen al van de gas voordat we over de streep waren, dus ik moest ook wachten. Huppakee! Ik wil allemaal graag er nog racen, dus ik wil geen schade. Heb je nog eentje te pakken gehad, Smees? Ja, ik heb er wel eentje te pakken, maar ik heb nog een lap. Daar zit even bij een konnetje. Een lap waar niemand eraf tekenen. Oké. Ik heb de hele race gespaard. Allemaal alles voor dit moment of niet? Koos nog binnen de seconde bij Enjoy. Koos heeft een penalty, dus Enjoy hoeft het niet heel erg druk te maken.
Voor een drag race naar de finish. Zet puls. Als die auto's er niet tussen hadden gezeten, weet ik niet of... Oh. Zo, dat scheelde niks. Oh, wat een drag race, jongen. Had dat nog niks uitgemaakt, hoor. Hé, hey, hoezo ben ik vijfde? Met Alves, dat je een tijd van 3 seconden had. Ja, de timer. Alves staat binnen 3 seconden. Ja, van 3 seconden? Ja, Alves staat binnen 3 seconden. Ah, hij staat de hele tijd op 4. Godverdomme, Joe. Je hebt me echt opgehouden, man. Hallo, ik had zo'n ding zo. Hoe ga je mij de schuld geven hier, man? Ja, je zit me op te houden daar. Je was zo langzaam, man. Ik heb bijna 5 seconden op Alves. Zo werkt ja, het niet. Je bent zo langzaam. En dan ook nog gewoon cheaten bij die herstart. Hey gast, ik sloop een fucking wing op dat ongeluk tussen jou en Alves. Oh. Zee, maar kort jongen, ik heb wel mijn biertje en mijn magnum verdiend, man. Zo, en hoe? Ik heb je magnums, man.